Hoi, ik ben Thomas Ing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de wereldolieproductie. We zien namelijk dat de OPEC er alles aan probeert te doen om de productie te verlagen, om de prijs per vat olie juist omhoog te brengen. En het lukt ze niet. Ze verlagen de productie wel, maar die prijs gaat niet omhoog. En hoe komt dat? Nou, er zijn een aantal zaken die daarin meespelen. Het is belangrijk om te weten dat Saudi-Arabië inderdaad de productie verlaagt. Saudi-Arabië is niet echt op de hand van de Verenigde Staten en Europa meer. Is aan het zoeken waar ze dan wel staan. En hebben zoiets van, nou, zij de productie nu verlagen, kunnen we meer voor de olie krijgen. En ja, goed, ze zitten met het feit, en dat speelt misschien wel een beetje mee. Saudi-Arabië zegt dat ze een gigantische hoeveelheid olie nog in de bodem hebben zitten. Eigenlijk hebben ze de afgelopen 50 jaar olie geproduceerd en volgens hun is er niks verdwenen. Dus al die productie maakt er niks uit, het ligt er nog steeds. Nou, dat is niet waar. Dus mogelijk is het ook wel iets dat Saudi-Arabië dus nu minder produceert om er meer voor te krijgen, omdat ze weten dat die met die olieproductie gewoon bergafwaarts gaat. Het is op een gegeven moment op daar, ook daar. Maar goed, dat even terzijde. Dan zien we ook dat Rusland heel veel olie heeft, een goede prijs wil krijgen, maar ook Rusland is de productie aan het verlagen. En dan is even de vraag, waarom? Want het zou voor Rusland heel positief zijn om juist de olieprijs of de olieproductie te verhogen om meer te verkopen. Maar ja, dat doen ze dus niet. Nou, het is niet vrijwillig dat Rusland de productie verlaagt. Heel veel westerse oliebedrijven zijn weg. En die westerse oliebedrijven hadden de technologie om die moeilijk bereikbare olie in Rusland toch boven water te krijgen. Boven de grond te krijgen. Die westerse bedrijven zijn weg. Die productie in die velden neemt dus nu af. Onderhoud, ja, als het simpel is kunnen de Russen het nog doen. Maar als er echt iets mis is met zo'n diepe bron die zo moeilijk te boren is, ja, dan houdt het al snel op. En andere oliebedrijven uit andere bedrijven hebben de technieken niet die met name de Amerikaanse bedrijven hadden. Dus het loopt allemaal terug en dat loopt flink terug. Dat gaat echt, als we kijken, van miljarden per jaar aan inkomsten die Rusland misloopt. Nou, nu is het zo dat de vraag naar Russische olie is veranderd, olie en gas. Gas werd afgenomen door Europa, daar werden de pijpleidingen voor gebruikt. Dat was een enorme hoeveelheid aan gas. Die pijpleidingen worden nu of niet meer gebruikt of veel minder gebruikt. Dat betekent dat het gas van Rusland met schepen moet worden vervoerd of dan met de resterende pijpleidingen. Nou, dat volume is niet in verhouding met zoals het was. Dus Rusland verkoopt gewoon veel minder gas. Maar moet er wel produceren. Waarom? Als je zo'n bron stillegt met de vorst in Rusland, dan vriest die dicht. Dan krijg je hem niet meer open. Dus ze moeten produceren. Maar ze kunnen het niet afleveren. Er zijn te weinig schepen om dat gas af te kunnen voeren en ja, te kunnen verkopen. Betekent dat ze het moeten afvakkelen. Dus in Rusland staan nu overal van die fakkels open die dat gas gewoon afvakkelen. Het is niet anders. Het is of dat of gewoon maar weg laten lopen. Maar ze moeten er wat mee. Maar willen ze die bron wel actief houden? En er wordt wel ook Russisch gas nog steeds wel verkocht. Maar de volumes zijn dus veel lager als dat voorheen was. En ook Russische olie, dat werd voor veel geld verkocht. En er zat een goede marge omdat, ja, dat was, de Europese markt was natuurlijk heel makkelijk. Met name Oost-Europa gebruikte de Russische olie. Nou, dat wordt allemaal een stuk minder. Er zijn al verschillende landen, zoals Bulgarije, die zeggen van, nou, wij stoppen daar binnenkort mee. Mogelijk dat al na het eerste kwartaal van 2024 ze de hele toevoer van Russische olie weten te stoppen in Bulgarije. Dus dat is allemaal ongunstig voor Rusland. Wat moeten ze dan met die olie? Ja, olietankers die dat dan illegaal gaan vervoeren. En dat zien we nu dus gebeuren. En ja, dat betekent omzet voor Rusland, dat is zeker waar. Maar het betekent ook veel meer kosten en veel lagere opbrengst netto. Dus ze maken de omzet nog wel. Er wordt geld voor gekregen, maar ze maken ook meer kosten. Dus het levert veel minder winst op. Nou, dat zien we terug. Dan zijn er nog landen die meer produceren. Iran is zo'n land.
Iran is dan wel voor wat betreft wapens Rusland aan het steunen, maar voor wat betreft de olieproductie, ja, het is een tegenstander van Saoedi-Arabië. En daarmee zegt Iran van ja, als Saoedi-Arabië de productie vermindert, gaan wij hem verhogen. Dus Iran werkt keihard tegen. Ondanks dat ze in feite ook wel weer de bondgenoot van Rusland zijn. Maar er zijn zoveel spelletjes die gespeeld worden, zoveel allianties, dat je dat allemaal niet kan bijhouden. Dus Iran heeft de productie verhoogd. Dat gaat voor hun betekenen dat ze meer geld binnenkrijgen. Dat hebben ze keihard nodig, want ze hebben last van embargo. En embargo wordt erger vanwege het feit dat ze wapens aan Rusland verkopen. Dus zo zie je dat allemaal meespeelt. Een ander land dat verrassend genoeg de productie aan het verhogen is, is Venezuela. En waarom doen ze dat daar? Ja, mogelijk omdat ze weten dat ze een oorlog willen ontketenen. Dat zou kunnen. Maar het is ook dat ze proberen om toch nog wat geld binnen te krijgen. Want in Venezuela is de olieproductie gigantisch veel lager als dat het 20 jaar geleden was. Dan praten we echt over tientallen procenten lager. Mogelijk wel 2/3 lager als dat het 20 jaar geleden was. En dat heeft alles te maken met de nationalisatie die daar heeft plaatsgevonden. En dus ook het feit dat westerse bedrijven daar dus ook weg zijn gegaan. Maar Venezuela heeft het voordeel, geen winters, en de olie is relatief makkelijk te verkrijgen. Dus ondanks dat ze de technieken, de moderne technieken missen, hebben ze nu wel door hoe ze de productie iets kunnen verhogen ten opzichte van het dieptepunt dat ze de laatste jaren hebben gezien. En dus daar zie je dus dat ze meer naar buiten brengen. En er is een land waar de productie ook verder omhoog gaat. Dat is Amerika, de Verenigde Staten. Ook daar is de productie omhoog aan het gaan, puur omdat ze de technieken om olie en gas boven de bodem te krijgen nog weer aan het verbeteren zijn. Efficiëntie neemt enorm toe. En daar zie je dus de productie verhogen. En die productie gaat dus deels naar Europa. En we zien nu ook dat de Amerikaanse economie het hartstikke goed doet. Ondanks die enorme de overheidstekorten, die zijn gigantisch. Het is belachelijk dat het land zulke overheidstekorten mag en kan hebben. Maar de economie van Amerika draait als geen ander. Alle Amerikaanse wapens zijn fantastisch gevraagd nu. Munitie is goed gevraagd nu. Olie en gas is goed gevraagd nu. Dus je ziet op die manier dat de Amerikaanse economie een enorme steun krijgt. Mede door die spelletjes rondom de olie en door de oorlog in Oekraïne. Want dankzij die oorlog is de Amerikaanse wapenindustrie weer in beeld gekomen. En 90% van wat ze aan Oekraïne geven aan wapens is in feite gewoon omzet voor de Amerikaanse munitieindustrie en wapenindustrie. Dus ja, Amerika geeft heel veel steun. Miljarden. En het is echt tientallen miljarden. Maar 90% komt ten goede van de Amerikaanse economie. Dus in die zin geven ze helemaal niet zoveel. Als Europa iets geeft aan Oekraïne, dan is dat, ja, dan gaat het naar Amerika bij wijze van spreken. Want dan kopen ze in Oekraïne Amerikaanse wapens voor. Dus daar zie je dat Amerika het wat dat betreft fantastisch doet in deze omstandigheden. En ja, Bidenomics, het lijkt alsof dat heel erg, nou, dat is gewoon heel degelijk bezig gaan met zoals je met de economie moet gaan. Behalve dan het feit dat de Amerikaanse overheidstekorten te groot zijn. Maar dat is niet nieuw voor Biden. Daar heeft met name Trump heeft erger dan elke andere president die schuld weer verhoogd. Maar bijna iedere volgende president heeft te maken met de schuld van de vorige plus al die andere. En moet daar dan nog weer meer over betalen. Dus de bedragen worden steeds groter. Maar het was met name Trump die de overheidstekorten van Amerika een enorme boost heeft gegeven. En want hij deed dat omdat de Amerikaanse economie zou gaan groeien. Maar die groeide niet, mede door corona. Maar ja, daardoor is alles wel verergerd voor wat betreft het tekorten in Amerika. De oorlog in Oekraïne is dus nu voor Amerika een zegen. Want het haalt de kracht van Rusland weg. En het heeft laten zien dat de Amerikaanse wapens veruit superieur zijn ten opzichte van de Russische wapens. En dat maakt dat landen in de wereld Amerikaanse wapens willen hebben en niet langer die Russische wapens. Nou, dat is even het verhaal rondom de olie- en gassituatie en de Amerikaanse economie. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer dan. Druk dan ook op belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe! Thank you.
Thank you.